2019. Mag ik een warm welkom voor uw gastvrouw van vandaag? Mary Lucy! Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Volgens mij doen we... Ja, bingo. Goedemiddag allemaal. Welkom in dit kleine pittoreske dorpje op de Rijen. Moet ik zeggen, in plaats van in de Rijen. Dit is een dag om niet te vergeten. Er zijn veel dingen die gaan gebeuren. En vandaag zijn er namelijk 3 genomineerde actrices aanwezig. Dus wat is nou een musical zonder leading ladies, dames en heren? Nou, Nederland heeft vele leading ladies. En we kennen er ook vele. En één daarvan is Lorne van Breda. En zij doet een stukje uit Hairspray. Ga er zeker van genieten, dames en heren. Oh, 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 net uit mijn bed. Past in de tred van elke dag. Ze roepen zo wat, iedere tegel en elk gebouw. Oh, 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 ik ga op pad door de straten waar ik zo van hou. Ik lach naar Baltimore. Elke dag klinkt een hemelskoor. Elke nacht is er steeds een nieuw. Elk geluid is meteen muziek. Ik lach naar Baltimore en mij. Oh, 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 kijk naar mijn haar. Geen kapsel dat daar aan tippen kan. Oh, 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 ben met mijn haarlak en radio weer klaar voor de show. Al ben ik te laat, de ratten op straat, die zeggen daar steeds zien nu geen gemaakt. Oh, 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 dit is mijn dag, maak mijn niet aan als de kamer bedreigt.
naar boven, één weg. Brad, haal de vulling naar onder, één weg. Link, geil niet zo naar de camera. Je bent toch geen Elvis. Amber, geil iets meer naar de, op die camera. Ja, moeder. En Connie Collins. Moet je zo overdreven meeswingen? Wat is er mis mee met een eenvoudige stap tikpas? Als ik deze muziek hoor, dan ga ik gewoon losstel, maar ik krijg er geen genoeg van. Er zijn er genoeg jongetjes die dit DJ-baantje zouden willen. Zo, hou je er een beetje in, wil je? Amber, ik heb iets voor je. Ik dacht, nu we toch al een soort van een beetje verkering hebben, kunnen we het misschien wat officiëler aanpakken. Oh, Link. Je Cordy Collins ring, wat lief en het was perfect bij mijn haar. Nee, zeg niet toe. Bewaar je privéleven voor maar voor de camera. En we zijn terug in 5, 4, 3. Niet vergeten, jongens en eigenwijsjes. Op 6 juli aanstaande is ons allereerste spektakel op locatie. Live vanuit de gloednieuwe evenementenhal in Baltimore en nog heel het land te volgen. Er zullen talentenscouts van alle grote platenlabels aanwezig zijn. En dit evenement wordt gesponsord door niemand minder dan onze eigen hoofdsponsor Ultra Strak Haarlak. Dus mag ik een bruisend Baltimore applaus voor de directrice van Ultra Strak, mevrouw Julia Spritzer. Kronen wij ook de door jullie gekozen Miss Hespel 1962. Mijn doorbraak. Op prachtig soort meisje. Amber mag wel mooi wezen, dansen kan ze niet. Zo plastic en niks kunnen ze zwaar herinneren. Oh nee, ik spring voor de trein. Kijk, ze gaat links voor die Collins ring. Vergeet donderdag niet te kijken naar mij. Want natuurlijk word ik maar wat graag jullie Miss Hairspray. Dus onthoud, een stem voor mij van jou is een stem voor mij. Nou, wat een onverwachte improvisatie-emmer. En nu we het toch hebben over onverwachte zaken, onze vrolijke, liefdevolle Brenda zal even een tijdje niet te zien zijn in onze show. Hoe lang blijf je weg, Brenda? 9 maanden! Kijk eens aan! Dus we hebben 9 maanden een plekje vrij voor iemand die net zo vrolijk is, maar misschien iets minder liefdevol. Wil jij bij dit clubje horen, bij de jeugd zoals die hoort? Dus we hebben morgen dan een dagje van school en kom naar de WZZT-show voor de audities. Oh mijn god, dat is mijn allergrootste droom. Ik moet auditie doen. Oh mijn god, dat is mijn allergrootste droom. Ik moet jouw auditie zien doen. Zo, dat is genoeg voor één dag. En niks meer dan goed. Hier in huis wordt niet bespruimd. Nou, wat kan ik doen, Bert? Zeg, ik moet niet tegen je moeder gaan zeggen dat ze jou nodig heeft. Oh, spitsuur, hallo. Zeg, de nieuwe lading exploderende kauwgums is een regelrechte knaller. Hoe is het met mijn tweemalige lieverd? Oh, Wilmer, jij bent al een koekje hier. Ja. Ik ga auditie doen voor Show TV. Echt waar? Dan moet je eerst langs mij, jonge dame. En ik zeg dan dat haar helemaal opgekant. Zo duidelijk. Mam, je bent zo jaren 50, zelfs Jackie Kennedy. Onze first lady nota bene vraagt haar haar zo. Jij bent nog lang geen first lady meisje. Tracy. Kijk nou, je bent er net nog zo'n kolossale haar van me, hè? En voor je het weet, hè, kan ze weer nablijven. Wilmer, zeg jij nou eens iets van ons soort mensen? Je weet wat ik bedoel, ons soort mensen komt niet op televisie. Al is het alleen om uit te lachen. Tracy. De hele televisie gebeurt. Is dat echt wat je wil? Ik heb er altijd al van gedroomd, pap. Daar moet je nog aan gaan. Volg je droom. Eerlijk waar, dit is Amerika. Om groot te wezen moet je groot denken hier. Groot wezen is het echt een probleem, Wilmer. Kijk, toen ik ongeveer jouw leeftijd was, smeekten mijn ouders bijna om met me het circus mee te gaan. Maar ik zeg, nee. Dat is wat jullie willen. Ik heb zo mijn eigen dromen. Mijn droom was een wereldwijd keten van feestwinkels. Ja, oké, ik heb er nog maar één, maar toch. Ooit snap ik waarom de lucht uit het scheetkussen alleen op 3 zitsbanken voor mij blijft lopen. En dan
Dat moet heel de wereld me wel horen. Mijn dronkenbas. Volg je droom niet, schat. Ik pak even wat te drinken. En dan ga ik even terug naar de lach- of schietschuur. Doei! Bedankt, pap. Tracy, kom jij eens hier? Ik heb hier nog dwergenlasten versjouwen. En mijn dieet met een rok zo uitgewerkt. Maar man, ik wil beroemd zijn. Jij wilt beroemd zijn? Leer eerst maar eens, hè, om bloedvlek uit autobekleding te krijgen. Dat was het talent wat je mee kunt verdienen. Denk je nou echt dat ik mijn hele leven lang andermans kleding wilde wassen en strijken? Nou, nee dus. Ach, ik wil zo'n werpen. Ik zou het mooiste zijn in de haast. Maar ja, je moet doen met het leven je geeft, dus vouwen, kom op. Ik heb je nog zo gezegd dat ik niet wil hebben dat je luistert naar de muziek om voor ongelogen. Als je vader thuis moet, zal hij je ongenadig op zijn donder geven. Als God hem binnen afzienbare tijd weg naar huis nog laat vinden. Jij danste vreselijk vandaag. Ik ben heus bereid om te paaien, snijden en verrijden om jou de Miss Hairspray-kroon te bezorgen. Maar dan moet je wel een beetje meewerken. En knijp die puist uit. Of beter stil, laat mij het doen. Ooit, hè, ben jij de eigenaresse van Edna's witte was. En ben jij dan wel klaar, hoor meisje? Ik hoop van niet. Spreek mij niet tegen. Werk me niet tegen. En waag het niet om naar die auditie te gaan. Nee. Mam! Oh, mom, ik ben een grote
wat is het toch heerlijk om even terug te gaan naar die tijd, hè, van toen. Lekker zwingen, lekker dansen, minder zorgen. Maar ja, we gaan terug naar de beste genomineerde. En in de beste genomineerde kan zeker Marjolein Koort niet ontbreken in de rol van Pocahontas. In zeker de gelijknamige musical Pocahontas. Ga zeker genieten ook van dit moment met Marjolein Koort. Speelt zich af in het jaar 1607. Jeetje, dat is wel heel lang geleden. In de stad Londen is iedereen hard aan het werk in de haven. Maar niet alleen in Londen, maar wij hebben deze musical ook keihard. Stil nou even, laten we verder praten. Er gaat een groot zeilschip vertrekken en daar helemaal naar Amerika toe. Jeetje, dat is kei ver. Kunnen ze dan niet beter het vliegtuig pakken? Die hadden ze toen toch nog niet, gekkie? Ja, hallo, dat weet ik toch niet. Toen leefde ik toch nog niet? Er gaan een heleboel matrozen en soldaten aan boord en één van hen is John Smith. Samen met zijn vriend Thomas gaat hij op avontuur. Ik ga ook pas op avontuur met een vriend, maar ik denk niet dat het allemaal helemaal naar Amerika mag. De rijke gouverneur Radcliffe gaat ook aan boord. Hij is de baas van het schip en wil ook in Amerika de baas gaan spelen. Haha, dat lijkt het wel een beetje op jou. Jij speelt namelijk ook altijd de baas over mij. Als je nou je mond niet houdt, stuur ik je gewoon weg hoor. Zie je wel! Zijn lievelingshondjes Percy en Wiggins en zijn bediende reizen ook mee. Het is een hele verre reis naar Amerika. Dat zei ik toch al! Met een zeilschip doe je daar weken over. Op een dag begint het te stormen. Hoge wolken, wind kan zien. Storm op zee, storm op zee! Nergens is de zon. Was eerst nog rustig bij de krieken van de dag. Maar niet veel later wist ik toen ik donderwolken zag. Er is een grote storm op komst, dus kom uit je kajuit. Het worden harde tijden voor mijn schip, de scheve schuit. Hoge wolken, wind gaat zien. Storm op zee, storm op zee. Nergens is de zon te zien. Storm op zee, storm op zee. De stuurvrouw blijft de hele dag aan post. Ze geeft niet op totdat we van die storm zijn verlost. Steven stil is bang, hij loopt te gillen en wordt wild. Maar dat is geen probleem, want je hoort toch niks als hij gilt. Hoge golven, windkracht 10, storm op zee, storm op zee. Nergens is de zon te zien, storm op zee, storm op zee. De pijn op sinds piratenheugen is. Maar poetsen doen we straks pas als de zee weer rustig is. Hoge golven, windkracht 10, storm op zee, storm op zee. Nergens is de zon te zien. Storm op zee, storm op zee. Maar voor onze stormen echt geen reden tot paniek. Want wij worden van de storm op zee niet ziek. Hoge golven, windkracht 10, storm op zee, storm op zee. Nergens is
alle rust kan vinden. Als je stil bent, zie je namelijk veel meer. Dat heb ik van mijn vader geleerd. Pap en papa's weten alles. Ja, dat klopt. En zeker mijn vader. Mijn vader wist echt alles. Ik mis hem zo. Maar waar gaan we eigenlijk naartoe? Naar grootmoeder Wil. Naar grootmoeder wat, hè? Naar grootmoeder Wil. Grootmoeder Wil is een mooie, grote betoverboom. Een boom die kan praten. Een boom die kan praten? Ben je een beetje gek of zo? Grootmoeder Wil is echt heel wijs, hoor. En mist overal een antwoord op. Oh ja, nu weet jij dat nou weer? Omdat ik al wel eens een keer bij grootmoeder Wil ben geweest. Oh ja? En waar was ik dan? Ja, hallo, dat weet ik toch niet? Ik kan niet anders onthouden. We gaan naar haar toen dat ik raad nodig heb. Raad? Ja, als dochter van de Indianen koningin. Als dochter van de Indianen koningin. Moet ik geen raad vragen aan een boom? Waarom niet? Ook ik wil wel eens proberen weten. Maar ik leg altijd zoveel met je vriendinnen. Weten die nou niet alles? Nee, natuurlijk weten die niet alles. Maar wel veel, hoor. Jeetje, is dit die oude vaderboom? Oh, creepy. Wie is dat kleintje dan? Dat is haar kleindochter. Gewoon met een wil zorg van haar sinds haar moeder is gekocht. Hup, niet gekke woorden hier. Boom die praten, hun lijkt zo wel een sprookje. Nico, zo praat je het over haar. Oh, grootmoeder, wat moet ik doen? Mijn moeder wil dat ze met Kauken gaat trouwen. Kauken is sterk en dapper, nou, oorzaai. Heb geduld, mijn kind. Als je niet van hem houdt, moet je ook niet met hem trouwen. Oh, grootmoeder, wat bent u toch slim? Luister naar de stem van je hart. Die stem zal je leren wat goed is. Yeah.
blijf de water gewoon in de wil. Ik zal eens met mijn moeder gaan praten. Hé, hey, waar komt dat? Doe je helemaal alleen. Hallo, ze is niet helemaal alleen hoor. Nee, Ankie, bied je excuses aan haar fitte make-o. Sorry hoor, ik had je niet gezien. Maar wat doe je dan hier? Ik was daar gewoon in de wil. Ze heeft een raad nodig. Laat u zo. Meiden, 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 meiden. Kom zo kijken. Je hoeft niet zo hard te schreeuwen hoor, we staan vlakbij je. Een schip, ik zie een schip. Jeetje, die is wel heel erg groot. Wat hebben die mensen rare kleren aan? Maar wat zijn het dan wel? Ik ga kijken of alles fijn is. Uit die manier de wacht, met rood. Nou, ik ben helemaal niet stoer en sterk hoor. Gekkie, daar is een lijf voor. Doe je voorzichtig, Joop. Hallootjes, wie is dat zeg? Die heeft er een lekker kopje op staan. En dat lichaam. Nou, daar zie ik nog iets veel van. Hij kan zijn kleren nog aan. Misschien moet je zijn shirt eens uit doen. Bokhondas, hoe zal hij eruit zien zonder t-shirt? Bokhondas, hallo, daar komen we bij. Ja, dat is zeker een heel groot schip. Jeetje, wat een mooi bosje zit. Hé, hey, wat ben jij van geweest? Dus je misschien een koekje? Jeetje, wat een mooi land is dit. Want je kan mijn huis bouwen en als alles aan afkomen met allemaal mensen uit Engeland en dan... Hé! Hey! Kom er los aan, stel op het schiet! Oh, wie ben jij? Nee, maar een meisje. Ik ben John Smit. En wie ben jij? Wie heb jij meegenomen? Hi, lieve mama. Dit is John Smit. Hij vraagt dat ik hem meer kan laten zien over hoe wij hier wonen. Ben je wel voorzichtig, meisje? Natuurlijk, lieve mama. Je kent me toch? Ja, ik ken jou wel, maar ik ken hem niet. Maak je geen zorgen, mevrouw. Ik zou goed op letten. Ik ben al iemand die mijn dierbaar is verloren. Ik wil niet nog iemand kwijtraken. Ik snap u helemaal, maar ik wil graag weten hoe jullie hier leven. Oké, dan. Als jullie maar in de buurt blijven en niet te lang weg zijn. Dankjewel, lieve mama. Dezelfde oog, dezelfde mond, dezelfde lach. We gaan steeds meer op elkaar lijken elke dag. Ik ben zo trots dat ik zo dicht bij jou mag zijn. Ik hou van jou. Ik ken je al vanaf zo lang als je bestaat. Ik draag je bij me, maakt niet uit waar ik ook ga. Ik zou niet weten hoe het zonder jou zou zijn. Ik hou van jou. Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij. Leven gaat toch veel te snel aan ons voorbij. Maar wat een hoop mooie momenten delen wij. Als ik je nodig heb, dan ben je er voor mij. Ik hou van jou. Ik hoor bij jou. Jij hoort bij mij.
Wat is het toch een heerlijk prachtig nummer, hè? Samen voor altijd. Veel genieten. En zeker van dit nummer. We zijn bij de laatste gekomen van de drie beste hoofdrolspeelsters in de musicalwereld. De laatste die ik nu ga noemen is Simone Grootsma. Zij neemt haar partij in de Drie Musketiers. Ga er zeker van genieten, want het is een prachtige scène. Veel plezier allemaal. Goed, maar
zaken. Zo, was voor. Dus jij doet het nog steeds met de kardinaal? Pardon, ik werk voor de kardinaal. Jij werkt voor de kardinaal. Ik zou gek zijn om zijn baas op te geven. Waar vind je nog zijn baas weer? Hoe wordt er dan gezorgd dat hij in het hemel terechtkomt? In het land der blinde zeden, oh koning. Heeft u de opdracht van kardinaal Richelieu volbracht? Ik heb begrepen dat Richelieu een probleem heeft met de Franse hugenoten. Hun aandacht en macht dreigen zich als een epidemie verder uit te breiden. Wat bent u in Engeland te weten gekomen? Ik vrees dat de kardinaal het lastig gaat krijgen met de Engelsen. De Franse hugenoten hebben de steun ingeroepen van Engeland. En naar ik heb begrepen, gaat de Engelse koning hen steunen op advies van zijn premier Lord Buckingham. Die Buckingham is net. De katholieken zullen zegevieren. Wij zijn veel machtiger. Hij is minder gek dan u denkt. Engeland heeft de steun van Spanje. Dat zijn namelijk bondgenoten. Dan zijn we dus van twee kanten ingesloten. God zal nog helemaal doof worden van alle gebeden die Richelieu tot hem zal richten. Nou, het schijnt u nogal te vermaken, hè? Mag ik u erop wijzen dat u nog steeds een wandeling bent? Ik gelast u op deze plek te blijven en zo onopvallend mogelijk te gedragen. Maar spoor! Ik ga terug naar Parijs om de kardinaal op de hoogte te brengen van uw bevindingen. Jammer! Ik ga er niet wat u wilt! Ga dan wat de kardinaal wilt! De stad trekt zich uit en ze gaat zonder gêne. Met een ochtendtumeur en een kop vol migraine. Ze vloekt als een beest en spuugt in de Seine. Een smerig oud wijf, Parijs. Ze komt overeind in haar stinkende kleren. Met de pest in haar lijf en haar voeten vol zweren. Ze trekt een grimas om de pijn te maskeren. Want flink is ze wel, Parijs. En dan wekt ze haar kinderen, de mannen, de vrouwen, die wel bij haar wonen, maar niet van haar houden. Die hard en gehuid zijn, nooit te vertrouwen, precies zoals zij, Parijs. En waarheen wij ons zwemmen in de naam van de koning, we keren terug naar die eeuwige woning, waar het leven zo hard is, maar zoeter dan honing, want zij is de baas. Parijs, alles draait hier door dag en nacht. Parijs, altijd weer anders dan je dacht. Daar is de dag en bestaat er iets mooiers dan zonlicht op hoeren en priesters en pooiers, op dieven en koppen, soldaten en schooiers, op liefde en leven.
Ik hoop dat jullie genoten hebben van de drie fragmenten die jullie gezien hebben. Drie artiesten, wel gekend: Lonne van Breda, Marjolein Koort en Simone Grootsma. En dan kan er maar één de winnaar zijn. En dat is bij deze Simone Grootsma. Dankjewel. Ik hoef u natuurlijk niet te vertellen hoe ontzettend blij ik hiermee ben. Met name omdat het publiek deze prijs gekozen heeft. Ik wil echt alle mensen bedanken waar ik al die jaren naast heb mogen staan. Maar er zijn twee mannen die ik in het bijzonder wil bedanken. Allereerst Joop van Ellende. Jij was het die mij op 19-jarige leeftijd uit de musical plukte. En jij was het ook die mij de mogelijkheid gaf om in zoveel mooie producties te staan en me hierin te ontwikkelen. Maar er is natuurlijk ook iemand die ik wil bedanken. Mijn man, Guus Verkeijen. Dat Guus zo plotseling is overleden, stond niet in ons draaiboek. Ik heb van jou geleerd, Guus, om alles met passie en vuur te doen. Ik hoop dat je nu ergens op een grote wolk naar me kijkt, genietend van een dikke sigaar en denkt: Simone, dat heb je toch maar mooi gefixt. Op de vooravond van mijn afscheid ontkom ik er niet aan dat mijn eerste prille stappen teruggaan naar de stappen die ik zette. Dat wordt mijn werkelijkheid. Ik sta met microfoon verkleed als elf en door mijn ouders echt geroemd. Audities doen het samenspel, dat is echt het genieten van mijn kindertijd. Ik wil blijven geloven, later word ik echt beroemd. Ik speel in veel producties, ga naar school en het theater stroomt meer door mijn bloed. Ik heb zo mijn idolen, bewonder hen, het gaat beter dan verwacht. Audities doen het samenspel, dat is echt het genieten van mijn kindertijd. De muziek maakt mij gelukkig en het applaus, dat geeft mij kracht. Kies voor de passie in je leven, kies met je hart, niet met je hoofd. Je kan theater pas beleven als je in jezelf gelooft. Ik heb mijn leven lang geweten, het applaus komt ook van mij. Liedjes, teksten, pak en veren, dat leven dat maakt mij echt blij. Droom ik altijd van als kind. Die droom wordt steeds meer verder waar. Nog even en ik sta ook daar. Ik ken applaus, roem en bekendheid. Dit alles heeft mij veel gebracht. Ik was jou om te kunnen zijn. Ik had veel dromen, angst en twijfels. Toch biedt het wel meer dan verwacht. Ik blijf geloven, mijn onzekerheid doet pijn. Musical heeft veel facetten, zang en teksten heel centraal. Ieder die met eigen wetten, dans versterkt het verhaal. Tussen de schuiven was begonnen, de kast verlangen mijn decor.
moeder was mijn droom. Onze droom. De eerste voorstelling, weet je, ik had het podium had ik zelf gebouwd, had ik op de deksel van de zandbak. En de stoelen in de zaal die varieerden van de tuinstoel van mijn oma tot het krukje waar mijn moeder altijd op stond als ze de ramen ging wassen. Mijn poppen, Isabelle, Roos en Janna, toch? Ja, zo heten ze. Ja, die zaten op de eerste rij en genoten in mijn ogen altijd zichtbaar van hetgeen ik in vol ornaat aan het publiek liet zien. De mensen die konden met het geld uit het kassa van mijn winkeltje konden ze de kaartjes kopen. Oh ja, ik had de munten zelf gemaakt. Guldens, rijzaalder. Een brief van 10 had ik zelf getekend, omdat ik het plaatje echt niet mooi vond. Oh, in de smaak, toen hadden ze nog guldens. Ja, ik hielp nooit echt aan het programma, want de improvisatie en mijn fantasie lieten altijd met mij de vrije loop. Gelukkig was mijn publiek niet echt kritisch. Ik gaf voor mij altijd het gevoel de beste zangeres van de wereld te zijn. En gesterkt door deze lovende kritieken speelde ik op de kleuterschool. Bij juffrouw Els? Is dat groep 1 nu? Daar speelde ik toen mijn eerste musical. Weet je, ik creëerde altijd mijn eigen musical. In mijn hoofd speelde mijn leven zich af in liedjes en teksten. Ze is alweer ontzettend dik, nog dikker dan de man. Maar als ze slim zijn, maken ze er straks zo'n tijdje van. Geweldig nieuws, de zilvervloot is veroverd door Piet Hein. Zorg dat het in de krant komt. Hoe weet je dat? Gewoon gehoord in de geschiedenisles. Broek gescheurd. Hij liep weer eens de jongen, die is zo'n sportieve vent. Maar hij heeft in zijn onderbroek nog nooit zo hard gerend.
Kandelen en koketten vlogen in het rond. Ik heb het altijd al gezegd, dat spul is niet gezond. Oh.
rollen, liggen ze aan te bijten. Kijken ze met tegels mooi zitten te slijten. Helemaal van die mogen ze produceren. Troepen kunnen laten contacten met de heren. Is het nu afgelopen, Harry? Het is koest, lelijke lawaaischroepers. Anderzijds opgewonden, anderzijds een soort bal in mijn buik. Ik had het idee dat mijn moeder niet de enige was die me had opgegeven voor de auditie. Er stond al een lange rij bij de kassa. Dat is toch al tijd bij de Efteling? Ja, maar niet om 9:00 's morgens. Een aardige mevrouw met rode krullen kwam naar me toe en was erg enthousiast over het feit dat ik auditie kon doen. Zou ze tegen iedereen zo enthousiast zijn? Of ineens je goed bent? Was dat toevallig de moeder van Annie? Nee, tuurlijk niet. Dat is de zangcoach van de auditie. Ik kende mijn tekst zo goed dat ik het zelfs achter tevoren zou kunnen vertellen. Gelukkig en nog lang leefden ze. Wat bedoel je? Dat is de serie van de musical Droomsprookje. Maar dan achter tevoren. Ik bedoel het niet letterlijk, maar bij wijze van spreken. De auditie was in het echte Efteling Theater, op het podium. Heb ik daar tenminste één keer gestaan, wellicht zonder applaus. Maar ja, dat hoeft niemand te weten. Ik herkende mijn vrouw met de rode krullen in de jury. Ze vroeg mijn naam, mijn leeftijd en wat mijn musicalervaring was. Enigszins beschaamd vertelde ik over mijn eigen gebouwde theater met de Zandbakkerspodium. Later, ik weet niet, jullie niks doen, even werken en dan weer helemaal niks doen. Ja, lekker is dat. Je zou wat beter je hoofd moeten gebruiken. Nou, sorry ook mevrouw Van Dalen, maar niet iedereen kan zo het bedrijf van haar papi. Toevallig komt er binnenkort een baan in de weinig al bij. Wat dan? Nou, de woordenboeken moeten nog op spelling worden gepresenteerd. Oei, dat was net één van je twee vrienden laatst kapot. Rapport. Degene die dat erin verzonnen, moest ze maar eens opsluiten. En trouwens, wat heeft dat strafblad voor zin? Nou, zonder goede cijfers kun je niet worden wat je wil. Ach, hoor haar. Zonder goede cijfers kan je niet worden wat je wil. Waarom zouden wij daar nu al over na moeten denken? Ik vond het wel goed dat de meester al over begon. Maak jullie je maar geen zorgen hoor, meiden. Maar ik sta net op de cover van alle modebladen. En Meerte, weet jij wat je later wil gaan worden? Nee, eigenlijk weet ik het nog helemaal niet. Heb je geen enkel idee wat je leuk zou vinden? Nee, en trouwens, ik moet zo gaan. Mijn oma komt op het zitten. Thank you.
zo? Ja, maar heb je dan echt geen idee wat je leuk zou vinden? Ja, natuurlijk wel. Maar dat hebben we geen voor me. Is er nog wat kermis? We gaan 's middags volgens mij nog even weg. Misschien 's ochtends nog even. Ik ga mezelf geld helemaal opmaken. Doei! Doei, tot morgen! Doeg! Welterusten, man. Welterusten. Oh, mag ik mogelijk even naar de kermis voor gaan? Nou, we hoeven pas op wacht, we rijden weg, dus dat kan wel eventjes. Oké, trusten! Trusten, meisje. Nee, 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 ik weet het nog helemaal niet. En ik kan ook helemaal niks verzinnen. We willen natuurlijk allemaal lang. Hoe moet ik nou opeens weten wat ik later wil worden? Hé, doe dat licht uit. Wie? Wat? Wie zijn jullie? En hoe zijn jullie binnengekomen? Dat was simpel. En ik wouwde. Jij vermist naar. En wij werden wakker. Ik snap er helemaal niks van. Ja, dan ben ik mee. Naar. Ik heb helemaal nergens heen. Het is middernacht en ik wil slapen. Zo, en ik slaap. En ik ga lekker echt van de Maar wat? Dat titelt. Zijn er nou nog steeds? We willen graag dat je inmiddels meegaat. Je hoeft niet bang te zijn. Het is een schot toch maar. Tja, dat is waar. Waar gaan we eigenlijk heen? Naar Droomland. Land waar iedere nacht een sprookje stroomt.
Wie zijn dit allemaal? Ik kom je straks nog wel tegen. Maar eerst moeten we ons een vraag stellen. Een vraag? Ja, je kon toch niet goed slapen? Daarom zijn we hier gaan opzoeken. Oh, dat. Dat heeft niks te betekenen hoor. Dat zegt iedereen die hier staat. Waar heb je ons hulp nodig? Ik. Ga door. Ik zou je graag... Hou vol. Ik zou ze graag willen weten wat de toekomst me gaat brengen. Ik weet nog, het was woensdagmiddag en ik zei samen met een vriendje Fleur van zwembad Sheree. Oh ja, toen mocht hij daar nu zwemmen bij Sheree, dat is waar ook. Maar ik ging eerst naar huis, want zoals elke woensdagmiddag had mijn moeder iets lekkers voor mij gemaakt. Ik was zo benieuwd dat het deze keer zou zijn. Ik maakte met een touwtje de deur open. Stapte naar binnen, maar ik had deze keer helemaal niks. Ik liep naar de keuken en keek op het bord en er lag alleen een briefje. Maak het open. Nominatie voor aanstormend talent! Maar wat is nominatie? Zeggen dat we hard ons best moeten doen. Zo krijg je nooit optredens. Vind je ook niet, Liz? Zo hoef je niet in de koptelefoon te horen. We hebben vorige week nog 20 demo's gestuurd. Er moet toch wel een antwoord op komen. Ah, daar liggen een soort tips. Godver. Ze zijn helemaal nat. Heeft iemand hier water overheen gegooid? Nee, dat is van de lekkage die we hebben. Mijn jas was vorige week ook al nat. Dan zou je bijvoorbeeld het dak op kunnen gaan om de lekkage te helpen. Zo komen we er nooit van. Dat heeft geen zin. Ik ben er vorige week ook nog op gegaan. Ja, daar heeft dan heel veel doel. Weet je, als je zo graag het dak gemaakt wil hebben, bel dan een loodgieter of doe het zelf, maar laat mij met rust. Chagrijn geef. Zul je wel gelijk heeft? Als we niets aan het dak doen, kunnen we ook niet repeteren. Oké, ik bel van de week bij een vriend van een vriend van me die een vaste oplossing. Zeg, Eve, heb je nog wat gehoord van die producer? Nu je het zegt, nee. Weet je nog wat eruit kan hebben? Costar Records. Vrouw is jouw kans. Ze weet zeker dat ze een hit scoren. Of zijn ze zelf? Dus ze kan wel een aardige vrouw zijn, maar we worden steeds op de radio gevraagd. Luisteraars, je luistert weer naar Hit Radio FM. Mijn naam is Lili Daan en het is de tijd voor een hit van een nieuwe band. Luister eens, nieuwe band. Ik geloof dat ze ons liedje gaan draaien. De band die na vandaag op alle hitparades gaat scoren. Oh, Joey, het gelijk. Kom eens toch nog op de radio. Ik vind het zo spannend. Hier is de nieuwe hit. Van de Sunnies. Ik heb een ontbijtschaak gegeven van het nieuwe. Zo, wat is hier gebeurd? Is er iemand overleden of zo? Constant Records schrijft nog steeds onze liedjes niet. Ik snap er niks van. Ik ga ze gelijk bellen. Hoe kan dat nou? Even melden die opname zelf afgegeven. Ze waren nog zo enthousiast. Nou, we zijn weer terug bij jou. Kunnen we dit pad nooit laten opknappen en komen we nooit verder? Oh,
die binnen net zo slecht onderhouden als dat hij buiten zat. Dat was te verwachten. De jongeren doen maar wat ze willen. Er is hier al maanden niet schoongemaakt. Getsel. En het dak is zo lek alsof het niet wat een bouwvallen. En ik zie hier maar één woonkamer. Ik zie geen slaapkamers. Een repetitieruimte heeft geen slaapkamers, Cor. Ja, dat gaat er niet om. Het gaat om het idee. In ieder geval hebben we bewijs dat dit gebouw slecht onderhouden wordt. Wow, wat een drukte opeens. Mag ik vragen wat hier komt doen? Aha, jullie zijn zeker niet mannen die al die overlast veroorzaken. Overlast? Overlast? Wat voor overlast? Geluidsoverlast. Geluidsoverlast? Doe niet zo gek. Dat valt ook wel mee. Dat valt helemaal niet mee. We hebben last van al die fietsen die hier voor de deur staan. Dat kan niet, er staan er maar twee. We hebben last van jullie muziek s'avonds laat. Onzin, we repeteren nooit na 8 uur s'avonds. Ja, daar gaat het niet om, het gaat om het idee. Bedankt voor deze slimme opmerking, Kok. Dit gebouw wordt slecht onderhouden. Het moet wel eens afgelopen zijn met deze herrie. Maar wat zijn uw plannen? Jullie krijgen tot morgenochtend de tijd om dit gebouw te verlaten en anders bellen wij de politie. Heeft u onze liedjes nog nooit gehoord? Ze zei, pak die, ik klink al. Herrie! Wereld TV en op de radio.
te snel en veel te kan dat. Ja, ik heb het allemaal al lang gedacht. Ik wil beroemd worden. Wil op tv en op de radio beroemd worden. Wil in de bladen staan. Ik wil gewoon beroemd worden. Niet over straat zonder dat iemand mij herkent. Ik ben beroemd. Thank you.